Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Los Sport Café. Vanavond de uitslag van de EK-toto van de speelronde 2 en speelronde 3. En verder gaan we het niet te veel over het EK hebben, want daar is al genoeg over gezegd. Maar gaan we het over de Alpe d'Huez hebben. Een paar weken geleden zaten hier ook al twee heren die de berg op gefietst zijn. Meerdere keren zelfs. En vanavond heb ik twee kanjes van dames bij me zitten. Dat zijn Josina van de Groep en Fiona Duist. Een hele goede avond. Normaal stel ik altijd de vraag, van wie ben je er een? Maar van wie ben jullie er een? Want jullie zijn zussen. Ja, ja, klopt. In ieder geval van dezelfde. Ja. Daar gaan we wel vandaan. Ja. Wij zijn allebei dochters van Gerrit Koelewijn en Tony Pijpers. En ja, ik denk beter bekend, onze opa, dat was de fietsenmaker. En die werd genoemd als Jabal. Oké. Okay. Beide getrouwd? Kinderen, ja. Fiona? Ja, getrouwd met Jeroen Duist, twee kinderen, Levi en Nina. En woonachtig in Bunschoten natuurlijk. Josina? Ja. Ik ook getrouwd met Jacob van de Groep. En drie kinderen, Jeffrey, Anna en Bas. Oké, dan. Wat doen jullie in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ik ben lekker thuis. Ik ben huisvrouw. Ja. En ik geniet ervan. En ik vul eraan, ik ben precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Daar hoef je niet voor te schamen, hoor. Nee, heerlijk. Ja. Gaan, in alle vrije tijd kunnen we lekker fietsen. Ja, lekker fietsen. En dat hebben jullie heel erg veel gedaan natuurlijk. Precies. Zijn jullie altijd al zo sportief geweest? Ja, ik ben eigenlijk altijd wel sportief geweest. Niet op fietsgebied, maar ik heb vroeger wel altijd gebasketbald. En Josina die was ook sportief. Ja, ook altijd sportief geweest. Ja. Ook niet fietsen, maar wel turnen. Ik heb heel lang op gezeten, van ik denk van 8 tot 18 denk ik. Ja. En daarna eigenlijk een beetje begonnen met fietsen. Ja. Is dat ook echt jullie favoriete sport om naar te kijken? Ik vind de Tour de France of zo vind ik wel altijd heel leuk om te volgen. En nu je het zelf doet, dan ben je er ook wel meer in geïnteresseerd, moet ik zeggen. Ja. Jij er net zo, Josina? Ja, dat heb ik eigenlijk wel net zo. Ja. Ik vind het altijd wel heel mooi om te zien. Wat is jullie link met de Alpe d'Huez? In principe zijn we eigenlijk enthousiast geworden. 2 jaar terug, want toen zijn onze mannen hebben toen deelgenomen aan Alpe d'Huez. En toen zijn we als supporter weer eens kijken. En dat was zo'n geweldig evenement. Dat maakte zo'n indruk op ons. Dat we eigenlijk zoiets hadden van wij willen ook meedoen. En aangezien Josina de man ook ziek is geweest, heeft ook kanker gehad. En ik ben zelf ziek geweest, 7 jaar terug heb ik borstkanker gehad. Dus dan heb je toch wel een link met zoiets dat je graag ook iets wil doen voor iemand die op dat moment aan het strijden is tegen kanker. Mm. En dan denk je, alle beetjes helpen dan. Ja. Was dat ook de reden waarom we 2 jaar terug jullie mannen mee hebben gedaan? Omdat jouw man ziek is geweest en jij ziek geweest bent? Ja. Dat was voor hun ook zeker de reden. En waarom hebben zij daar dan aan meegedaan? Waarom niet op een andere manier geld ingezameld? Waarom trok die Alpe d'Huez zo? Ja, er zit ook een eigen prestatie zeg maar aan vast. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk dat je echt voor voor een doel gaat voor jezelf. En, dat en daarbij met dat doel zeg maar probeer gewoon zoveel mogelijk geld binnen te halen. Dat je er zelf inderdaad een flinke prestatie voor hebt leven. En ook dat je dan die dag zelf zeg maar gewoon... omdat het natuurlijk best wel heel zwaar is, ook een beetje het idee krijgt dat je hoe zwaar de strijd is van iemand die de strijd kan zijn van kanker, zeg maar. Ja. Je vertelt net, Fiona, je bent zelf ziek geweest. Ja. Hoe is het nu met jou? Heel goed. Het gaat prima. Ik sta nog steeds onder controle. Ik moet één keer per jaar wordt er een mammografie gemaakt. En dan alles gaat verder prima. Ik voel me heel goed. En dat sporten, dat is gewoon geweldig dat ik dat weer kan doen. Ik ben heel blij dat ik mee kon doen. Dat, dat vond ik echt heel fantastisch. Ja, dat vond ik zelf ook, want ik vond het heel bijzonder dat zij gewoon dat we dat dan samen kunnen doen. Dat ik dat met haar kan doen. Ja, maar 2 jaar terug was dat hetzelfde geval dan voor jouw man. Ja, ja. Die ook kanker heeft gehad. Ja. Hoe is het nu met hem? Ja, heel goed. Ja, echt super. Wat mooi ook. Is heel fijn. Dus, Ja. Ook wel bijzonder dat het zo dichtbij twee keer mee twee keer in de gebieden gebeurt. En dat het met beide nu zo goed gaat. Ja. Heel fijn. Ja. Jullie besloten mee te gaan doen? 2 jaar terug dus eigenlijk al? Eigenlijk 2 jaar eigenlijk terug. Eigenlijk wel. Waarom dan niet vorig jaar? Eigenlijk deed zich er de kans niet zo toe voor. Want Jeroen die werkt samen met de teamcaptain van ons team. En toen hadden we dit jaar zoiets van, als we er enigszins bij kunnen, dan heel graag. Dus dat heeft Jeroen doorgegeven aan Ronald van Lemmeren. Dat was onze teamcaptain dan. En hij zei, ik ga het overleggen. En
ja, die meiden mogen erbij. Dus we hadden een team van 6 mannen eigenlijk en 2 vrouwen. En merk je een duidelijk verschil in tussen mannen en vrouwen? Qua wat je aan kan bijvoorbeeld? Of? Ja, ik denk dat een man misschien wel iets meer aan kan dan een vrouw. Ik weet niet of dat echt leuk is om te zeggen. Ja, ik denk qua fietsen, qua prestatie is denk ik wel... Ik denk dat als je als vrouw bijvoorbeeld voor 6 keer zou gaan, dan moet je echt heel veel trainen daarvoor. Waren er vrouwen die het 6 keer hebben gedaan? Ja, volgens mij zijn er wel vrouwen die dat gedaan hebben. 6 keer doen. Ja hoor. Want even voor de duidelijkheid, hoeveel keer hebben jullie het gedaan? Wij zijn 3 keer omhoog gefietst. Ja, allebei. Ja. 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 En ik zie je erbij stralen, want daar mag je ook echt heel trots op zijn. Ja. Ja, daar ben ik ook heel trots op. Ja. Jullie komen dan bij je team. Moet je echt bij een team zitten of kan je daar gewoon ook in je eentje voor gaan trainen? Volgens mij kan je ook individueel meedoen. Ja, ik kan ook individueel meedoen. Maar alleen dan heb je wel het... Ja, volgens mij moet je dan veel meer geld meenemen, had ik het idee. Ja. Qua team zeg maar, moet je dan... met een team kan je met 8 man meedoen, zeg maar. Mm-hmm. En dan moet je ook een bepaald bedrag, wat was het? 15.000 euro volgens mij moet je dan eigenlijk Er zijn dus eisen aan om mee te mogen doen. Ja. Je moet een bepaald bedrag inleggen als team. En daarom is het natuurlijk beter om als team mee te beter doen. Beter als team. Nou, als je alleen, dan moet je alleen dat hele bedrag bij elkaar zien te halen. En dat is best wel moeilijk. Hey, dan zit je bij je team. De voorbereiding start. Wanneer start je die voorbereiding? Nou, wij zijn gaan trainen in december. En, half jaar van tevoren. Een half jaar van tevoren zijn wij... we fietsten eigenlijk al wel daarvoor, maar niet zo intensief als toen. En in december zijn we echt 3 keer naar de sportschool geweest. En onder begeleiding van Emil Mella. Die heeft ons echt een half jaar lang fantastisch begeleid eigenlijk. En dat deed je dan dus 3 keer in de week? Ja, 3 keer in de week gingen we spinnen. Soms, dat was maandag 1 uur, woensdag 2 uur en een vrijdagochtend 1 uur. En als het weer het toeliet, dan gingen wij op dinsdag en op donderdagmiddag ook fietsen. Ja, omdat we dan natuurlijk thuis zijn. Ja. Is dat voor ons een mooie... Kom dat. Ja. En viel het je tegen aan het begin, die voorbereiding? Of ging dat eigenlijk vanzelf zo? Nou, dat ging eigenlijk wel vanzelf. Ja. We hadden er hartstikke veel zin in. Ja. Wij hebben er nooit problemen mee gehad om op de fietsen te stappen. We vonden het geweldig eigenlijk. Van waar zijn we aan begonnen? Nee, nooit. Nee. Ik vond het echt superleuk. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden eigenlijk, het trainen. Ja. Dat, echt, dat vond ik echt... Dan zeggen jullie van, je moet een bepaald bedrag hebben om mee te mogen doen. Hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? Want het geld wordt niet zomaar... Een zak bij jullie naar binnen gegooid. Nee, dat was inderdaad dat niet zo. Dat was helaas niet het geval, nee. Nee, wij hebben, als je meedoet, dan krijg je een eigen pagina op de Alpe d'Huez site. Mm-hmm. En dan kun je, kun je opschrijven wat jouw reden is om mee te doen. En daar kunnen dus ook mensen op storten. En wij hebben dus ook allebei mailtjes gestuurd naar iedereen die we kenden. Van, wij doen daaraan mee. Zouden jullie ons willen sponsoren? En dat kon per beklimming of dat kon gewoon als een donatie. En verder hebben wij samen... Hebben we een rondje Spakenburg gedaan. Zijn we langs alle winkels gegaan. En hoe waren de reacties? Nou, er waren heel veel leuke reacties. Ja. Echt waar. Iedereen zei, wat goed van jullie en dit en dat. Ja, dat was, was wel hartverwarmend, moet ik eerlijk zeggen. Als we zagen er nogal wat tegenop. Ja. Want ik denk, het is niet het leukste om... Gooien. Ja, eigenlijk. Ja. En als je dan vertelde waarom je deed, dan waren ze eigenlijk heel positief. Ja dat was, dat viel achteraf... Reuze eigenlijk. Nou, wat voor bedrag jullie op hebben gehaald, dat komt straks. Want er zijn beelden van jullie gemaakt op deze dag. Laten we eerst maar eens een stukje gaan kijken van waar het nou echt allemaal om ging. Zes uur zijn we gestart vanmorgen. En toen waren we denk ik om 7:50 denk ik boven. Ja. Goed, mooi. Op een bankje in het park van het besluit. Noem het kappen, noem het vluchten. En toen ben we daarna weer naar beneden gegaan. En toen ben we om 9:50. Ja, volgens mij 9:30 ben ik weer start, zeg maar. En toen hebben we boven lekker gegeten. Eventjes lekker soep en een kaasbroodje. En die kwamen wel goed even tussendoor. Daarom. En dan hebben we echt wel lekker even een poosje zitten met elkaar.
weer naar beneden. En toen, ja, toen was het al zo warm met afdalen. Ik zei tegen Phil, dat wordt straks een strijd, dat wil je niet weten. Ik zei, maar was het, sorry, dat was echt, het was zeg maar 31 graden. En dan, omdat het wegdeksel warm is staan, zeg maar, was het, werd de temperatuur, zeg maar, van op de hoogte waar jullie zaten, was ongeveer 38 graden. Ja, en ga daar maar eens eventjes de berg beklimmen. Ja, op het begin was het buiten, zeg maar, de temperatuur was 30 graden. En op het asfalt, die opstijgende warmte, mijn Garmin zeg, gaat die 38 graden. Ja. Dat was zwaar toen. Ja, dat was echt hoor. Dat toen kreeg ik in die vierde. Reuze mee wel. Kreeg je kruis niet. Ik ga maar zo weer. Ik ga maar die Galibier op. Ja. Dat was wel afzien, maar het was ook wel weer daarna wel weer heel mooi dat je het gehaald had. En Fionn ook, ja. Echt, we namen samen op een fiets. Om alle drie de keren. Dus we hebben alle drie de keren ook samen gefinished. Dus dat was echt superleuk. Rosina. Ja, toppen hè? Zitten toppers. Josina, daar lach je hard. Ja. Wanneer was dit? Op welk moment? Het was na de derde toen keer dat we bol. Ja, toen waren we klaar, ja. Je ziet er namelijk nog heel fris en fruitig uit. Ja, eigenlijk waren we dat ook nog wel redelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja? Ja, het ging eigenlijk alle drie de keren eigenlijk super. Het ging echt heel goed. Fionn, ik zag jouw naam op het wegdek staan. Ja, kan je daar wat over vertellen? Ja, je kon daar van die afbreekbare verf kopen. En onze mannen die waren bij ons wezen kijken. En die hadden natuurlijk al het plan gehad om dat aan te schaffen. Dus die hebben drie keer op de berg wat geschreven. Zodat als wij naar boven fietsten, dat nog even een oppeppertje was voor ons. En die eerste keer dat je dat zag staan? Ja, dat is heel apart. Wat dacht je toen? Van, er zullen wel meer Fionn's zijn? Of ja. Is dat voor mij? Nou, ik wist wel dat we hadden wel doorgehad dat ze iets van plan waren. Dus ik zei, ze zijn vast al bezig om wat op die berg te schrijven. Want, ja. Maar we wisten niet wat erop stond. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, dat helpt je dan ook even? Ja, het geeft je wel even weer een boost om even wat harder te trappen. Ja. Vertel eens over de aanloop naar deze dag. Want wanneer zijn jullie vertrokken naar Frankrijk en hoe ging dat? Supporters mee? Ja, wij zijn vertrokken op zondag 3 juni. Mm-hmm. En zijn we gewoon met 7 teamleden zijn we met 2 auto's vertrokken. En zondagavond zijn we aangekomen. We hadden daar gewoon een huisje aan de voet van de berg. En wij hebben, omdat we er zondag waren, konden we maandag nog even proberen om een keertje naar boven te fietsen. Nou, wij hebben toen, Josine en ik hebben gefietst tot en met bocht 7. En toen zijn we gewoon gaan dalen. En hoeveel bochten zijn er? Er zijn in totaal 21 bochten. Okay. Dus het begint dan bij 21? Ja. Ja. Dus, en dinsdag hebben we nog een klein kolletje gefietst. En hebben we voor de rest, ja, het was heel, heel mooi weer daar. Dus hebben we lekker aan een stuwmeer eigenlijk een beetje liggen zonnen. En een woensdag kwamen onze ouders en Bastiaan, onze broer. En toen zijn we met hun, want een woensdag had je ook al een Alpe d'Huez dag eigenlijk. Maar wij fietsen de donderdag. Dus toen zijn waarom waren er 2 dagen? Ja, er waren 2 dagen omdat er gewoon zoveel aanmeldingen waren. Dat ze het niet op één dag, dat werd gewoon te druk op de berg. Dus ze hadden zoiets van, ze wilden geen mensen teleurstellen. En toen hebben ze gezegd, nou dan doen we 2 dagen. En de woensdag was korter, die was van 10 tot... tot en met 6 geloof ik, 6 uur. En de donderdag is echt van, start om 4:30. En, dan... en dat is omdat op die woensdag fietsen dus de mensen minder vaak die berg op. Ja, dan kon je eigenlijk maximaal 3 keer de berg op fietsen. En niet maximaal 6. Ja, heb je te weinig tijd. Oké. Okay. En dan, Josina, dan is het echt de dag waarop het moet gaan gebeuren. Leg eens uit met wat voor gevoel je dan wakker wordt. Ja, eigenlijk meer zo'n gevoel van, eindelijk. Het is zover. Ja, je bent er best wel nerveus, zeg maar, vooral van tevoren. En als het dan zover is, heb je echt zoiets van, nou, nu gaan we er gewoon lekker voor. Ja, nou, we hebben nog meer beelden van deze dag.
Misschien kunnen jullie er wat bij vertellen wat we zo gaan zien. Want wat waren bijvoorbeeld de zwaarste stukken? Het begin is het zwaarst. Mm-hmm. Als je begint, zeg maar, je fietst als eerste naar bocht 21 toe. Nou ja, dat is echt loeizwaar. En dan is het eigenlijk... Ik zie nog steeds de beelden niet. Nee. Ik hoop dat ze even ingestart kunnen worden. Ja, daar zijn ze. Ja. Nou ja, tot met de bocht 16 is het heel zwaar. Dan is het echt, het is vanaf het begin eigenlijk echt meteen knallen, zeg maar. Het is niet even rustig aan beginnen. Nee, dat is het absoluut niet. Nee. Nee. Wat was voor jou zelf het zwaarste moment in de race? Echt één specifiek zwaar moment. Ja. Kan je niet noemen? Kan ik eigenlijk niet echt noemen, nee. En jij, Fiona? Nee, ik ook niet. Het was ook wel heel fijn, want we hadden gewoon hetzelfde tempo. Dus we konden eigenlijk samen de hele tijd opfietsen. Dus... Want meestal zie je dat mensen trainen dan wel met elkaar, maar op het moment dat het zover is, rijdt ieder zijn eigen race. Ja, rijdt ieder zijn eigen tempo. Maar omdat wij hebben eigenlijk precies hetzelfde, wij hadden precies hetzelfde tempo. Dus dat was eigenlijk heel erg fijn voor ons allebei. Want als de ene, eigenlijk hebben we dat niet echt gehad, maar dan kan je elkaar er wel eventjes een oppepper geven van kom op nog even. Of... En ik moet wel zeggen, toen het zo heel warm was. En hier zit jij er even, ik onderbreek je, Fiona. Volgens mij zit je er hier even doorheen, Josine. Ja, dat is gewoon emotioneel. Ja, dit is je moeder erbij. Ja. 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 Kan je uitleggen waarom jij hier er doorheen zit? Ja, ik zit er niet eens zozeer doorheen, denk ik. Maar het is meer gewoon de emotie, zeg maar, die je dan opspeelt. Dat je gewoon, Dat je ineens beseft waar je het voor doet. Ja, precies. Dat er gewoon zoveel mensen zijn, zeg maar, die nog strijden. En we zien hier ook wat. Je vader en broertje loopt achteraan. Mijn moeder is nog in beeld. Ja. Waren er nog meer supporters voor jullie mee? Fiona? Er waren, even kijken, onze mannen waren er. En, hier zien we nog een aantal zitten. Klopt. En de vriendin van Josina die was ook als verrassing gekomen. Ja. Dus er waren nog wel meer. Even kijken hoor. Danielle was er ook. Dat was de vrouw van Emiel. En Sandra was er, vrouw van Zeger. Want die hebben hem ook beide natuurlijk gefietst. Ja, klopt. En dan zien we hier een kabelbaan. Lekker makkelijk. Ja. Voor wie was dit? Zijn we drie keer. Nee. Voor wie was dat, die kabelbaan? Ja, de kabelbaan die was voor de supporters eigenlijk. Want het is natuurlijk niet heel makkelijk om bovenop de berg te komen. En omdat er zoveel toeschouwers waren, hadden ze een kabelbaan geregeld. Dat die open was, speciaal voor het evenement. En dan konden ze via de andere kant van de berg naar boven toe komen. Ja, zodat ze ook daar weer konden aanmoedigen. Ja. Die eerste keer kom je dan boven aan de berg. Hoe was het ontvangst? Josine? Ja, dat was, er zat gewoon de vrouw van Robert en van Hendrik Jan, onze teamleden, zeg maar. Ze hadden een plekje gecreëerd waar wij dan naartoe konden fietsen. Want het was toen natuurlijk nog vrij vroeg, want we zijn om 5:50 gestart. Ja. Dus en in het filmpje konden we ook zien dat jullie met beenwarmen starten. Ja, dat moet ook echt, want het was echt behoorlijk mistig was het ook de eerste klim. En het was gewoon koud. Dus dat heb je dan echt wel nodig, zeg maar. En dan helemaal bij het afdalen. Dus het ging eigenlijk best wel lekker. Dus toen hebben we daar even wat gedronken. En zijn we eigenlijk, eigenlijk gelijk wel weer naar beneden gegaan. Want we hadden zoiets van, en we hebben de eerste keer erop zitten. En die kou was op een gegeven moment wel voorbij, hè? Ja, de kou was op een gegeven moment voorbij. De tweede keer zijn we nog met armarmers naar boven gegaan. Toen hadden we al geen beenstukken meer om. En de derde keer was het echt heel erg warm. Toen was het bijna 35 graden. Was dat ook de zwaarste keer? Nou, het was wel dat was wel de zwaarste keer. Toen zijn we ook twee keer gestopt. Toen was het iets van, we stoppen even. Even lekker langs de kant. En dan kijken we even naar iedereen die voorbij komt. Hm. En even wat drinken. En ze moet zeggen, het was super georganiseerd. Want ze stonden langs de kant met van die sponsen met koud water. Dat je dat op je kon doen. Dus dat was echt prima. Ja. Maar het ging verder. Ik moet zeggen, we hebben heerlijk gefietst. Ja. Hoe voelde het dan toen jullie het geflikt hadden? Ja, dat was dat was een heel leuk moment. kan je dat proberen uit te leggen? Ja, als je zo lang aan het trainen bent voor iets en je kijkt er zo lang naar uit om dat te doen. En je bent er ook best wel gespannen voor, want je weet niet of je het gaat halen. Als je dan die derde keer naar boven is, dan heb je gewoon een ontlading. Dan denk je, oh wat fijn, we hebben het gered. Ja. Het is gewoon klaar. Josine, had je er rekening mee gehouden dat het jullie misschien niet zou lukken? Nou, ik had er wel rekening mee gehouden, ja.
Ja, zeker. Ja, maar als ik jou zo op alle beelden zie en jou net zo goed, Fiona, dan staan jullie nog zo stralend. Ja. Hadden jullie een vierde keer kunnen gaan? Ja, ik denk wel dat dat had gekund. Ja. Ja? Ja. Maar daar stond voor ons zeg maar niet heel veel meer tegenover. Want je kan zeg maar ook doneren per beklimming. En dat hadden we wel. Maar dan, omdat wij drie keer gingen, was het heel vaak van maximaal drie keer zeg maar. Ja. Dus er stond geen extra geld tegenover. Nee. En hebben we echt en dat met is elkaar toch wel waar je het voor doet. Precies, daar doen we het voor. En toen hadden we zoiets van, ja, we hoeven voor onszelf niet vier keer naar boven. Dus het hadden we gewoon besloten om gewoon lekker te blijven zitten en te kijken naar wie er allemaal nog boven kwam en onze teamleden aan te moedigen en dat soort wat voor dingen. Velen natuurlijk heel fijn was dat ze nog extra werden. Op de publieke omroep werden speciale uitzendingen gemaakt over de Alpe d'Huez. Daarin kwamen hele ontroerende verhalen naar voren. Hoe was het contact voor jullie onderling met andere fietsers? Fiona? Ja, ik moet zeggen, omdat wij een huisje beneden hadden en niet op de berg. Maar we hebben twee keer, je kan ook bijeenkomsten volgen daar. Mm-hmm. En wij hebben twee keer geloof ik boven gegeten. Dan hebben we daarna wel een bijeenkomst gezien. En dat is inderdaad dat je dan wel weer even stilstaat bij het feit van waar doe ik het voor? Want wat houdt zo'n bijeenkomst in? Nou, een bijeenkomst, dan wordt er een interview gehouden met iemand die bijvoorbeeld ziek is op dat moment. Hm. En die toch zo positief dan nog steeds is. Ook al, En dat geeft je dan misschien ook wel weer extra energie. Dat geeft je toch wel weer extra energie. En als je dan om je heen ziet dat er zoveel mensen voor hetzelfde doel eigenlijk ook bezig zijn, dan denk ik, ja, dat raakt je dan wel. Dat is wel heel ontroerend, vind ik dat. Dat er zoveel mensen zijn die hard aan het trainen zijn om andere mensen te helpen. Dat vind ik heel mooi. Ja. Het geeft wel iets van verbondenheid, zeg maar. Ja. Je bent allemaal echt bezig voor dat ene doel, zeg Josina, maar. Kan jij vertellen wat nou echt het meeste indruk op jou heeft gemaakt? Wat heeft het meeste indruk? Ja, gewoon die saamhorigheid die je daar hebt. Dat is zo, dat is gewoon heel bijzonder. Ja, dat kan je eigenlijk bijna niet uitleggen, zeg maar. Maar ja, omdat inderdaad iedereen voor hetzelfde doel gaat, je bent gewoon eigenlijk één. En iedereen fietst daar met een verhaal. Ja, ja. En dat zijn vaak niet de meest leuke verhalen. Nee, het is gewoon heel bijzonder is het. Dan de vraag waar het eigenlijk allemaal om draait. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Ik heb €6.500 opgehaald. In je eentje? Ja. €6.500. Ja. Nou, daar kan je wel drie keer die berg voor opfietsen. Ja, daar kan je wel drie keer de berg voor opfietsen. Ja. En ik 7.000. Zo. Ja. Ja. Wat een bedragen. Ja. Wat is er totaal opgehaald door de hele Alpe d'Huez? Ruim 28 miljoen. Tot nu toe, zeg maar. En daar zijn dan alle toezeggingen die horen daar dan. Die moeten daar nog bij opgeteld worden. Maar dat is pas 7 oktober was het volgens mij. 7 oktober is checkoverhandeling. Ja. Wat een bedrag, wat geweldig. Ja, jullie super. Hebben daar aan mee mogen doen. Ja. Tot slot, is het voor jullie voor herhaling vatbaar? Fiona? Ik vind het een fantastisch evenement. Maar zoals ik er nu over denk, dan denk ik van als je net aan meedoet, dan ben je super enthousiast. Dus voor nu even niet, denk ik dan. Maar misschien over een aantal jaar zou ik misschien wel weer een keertje mee willen doen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Of misschien niet eens zozeer om te fietsen. Maar je kan er ook als vrijwilliger aan de slag, zeg maar. Om te helpen met eten, verkeersregelaar, weet ik het wat allemaal. Er zijn enorm veel mensen voor nodig. Precies. Alles en alles op vrijwillige basis. Ja, ja, precies. Dus ik denk misschien zelf dat ik dan voor zoiets zou gaan. En als jullie meedoen, dan is het met z'n tweeën, denk ik. Dan is het denk ik wel. Ja. Geweldig wat jullie hebben gedaan. En we gaan van dit geweldige evenement even schakelen naar die andere sport. Waar zo enorm veel over te doen is deze week. En dan hebben we het natuurlijk over voetbal. Waar jullie een geweldig knappe prestatie hebben geleverd, hebben de heren van het Nederlands elftal dat wat minder gedaan. Dat wat het hele land hoopte en misschien ook wel verwachtte is niet gebeurd. En na de poolfase zijn zij nu onderweg naar huis en inmiddels al thuis. Geven jullie wat aan voetbal? Ik vind het altijd wel leuk om te kijken, hoor. Maar dat ik nou heel fanatiek erin ben, nee. Nee, niet echt. Ik ook niet. Hebben jullie ergens meegedaan aan een toto? Nee, ik niet. Nee, nou goed. Op onze website kon je een toto invullen. En daarbij waren ook prijzen te winnen. Een heel aantal mensen hebben daar wel aan meegedaan. En we hebben hier even nog de uitslagen van ronde 2, de tweede speelronde. En misschien moeten we er maar snel doorheen gaan, want dat Nederland verloren heeft, dat weten we natuurlijk allemaal. En dan gaan we even kijken naar de voorspellingen die de deelnemers hadden gedaan. En de uitslagen daarvan.
mag even de volgende. En dan zien we dat Frans Ruizendaal 6 wedstrijden goed had voorspeld. En dat van de 8. En dat zijn er natuurlijk nogal wat. Maar we zien ook Peter Frans Poort op 6 wedstrijden goed gegokt. Wie wint dan de prijzen? Want we hebben hier een prijzenpakket staan. En dat kan gewonnen worden. En ik ga je nu verklappen dat het Frans Ruizendaal wordt. En waarom dan, zult u denken? Want Peter Frans Poort heeft er toch ook 6 goed? Dat klopt, maar daarvoor moeten we even meekijken naar de volgende uitslagen van ronde 3. En daarbij zijn de wedstrijden inmiddels ook gespeeld. Gisteren even een rustdag en vanaf vanavond starten de halve finales. Dan gaan we naar de eindstand van de derde speelronde. En dan zien we dat Peter Frans Poort wederom bovenaan staat en ook weer 6 van de 8 wedstrijden goed heeft ingeschat. Ja, wat natuurlijk betekent dat Peter Frans ook de prijzen heeft gewonnen, alleen dan van de derde ronde. Onze redactie zal ervoor zorgen dat beide heren de prijzen in hun bezit krijgen. Van harte gefeliciteerd en heel knap ingeschat beide. En hier staat het aan de prijzenpakketten. Die komen dus zo snel mogelijk naar onze winnaars toe. Goed gedaan. Nederland naar huis op het EK. Alp de Zes zit erop. Competitie van onze lokale clubs, dat zit er al een heel aantal weken op. Het wordt tijd dat wij met het Sportcafé ook even gaan genieten van een welverdiende vakantie. Gaan we vandaag nog niet doen. Volgende week nog eenmaal het Los Sportcafé. Dan zit Hans van Tricht hier en hij gaat kijken waar er nog meer toppen zijn vanuit ons dorp. Want hij was bij de huldiging van de kampioen in de gemeente Bunschoten. Want we hebben nogal wat toppers in ons dorp. Volgende week dus de laatste uitzending. En voor nu wens ik u nog een heel erg fijn weekend. Tot volgende week.